Ik heb net de kinderen naar school gebracht en ik heb een paar uur de tijd. Ik wil even studeren op de muziekschool en daar kan ik terecht omdat overdag wat minder leerlingen zijn. En ik wil nog wat promotie maken voor het concert van vrijdag, de 28e, met Thomas Tseesmaier. Volgens mij is het een superleuk project. Geïnspireerd om graag te spelen, want ik kan me nog herinneren dat wij in september 2011 met Thomas Tseesmaier als solist en dirigent het Beethoven Vioolconcert hebben gedaan in Amsterdam, in het Concertgebouw. Daar zou ik nog een kort video van op YouTube te vinden. En het is wel een hele bijzondere ervaring. Ik speelde zelf viool, normaal geen dirigent. Dus hij gaf zelf aan hoe snel alles ging. En dat was echt een betoverende uitvoering. Ik zou hier even staan. Ik proef er een rondleiding net in het gebouw. En alle gilde rondleiders krijgen instructies over wat ze hier kunnen vertellen. Het gebouw zit vol mooie details. Die mevrouw vertelde dat die balken hier als jong boompje al krom getrokken zijn om hier dit huis mee te kunnen maken. Kwestie van goede planning. Kijk hoor. Maar ja, Thomas Tseesmaier die speelt dat wel super mooi. En ik ga proberen of ik daar vooral in dat Beethoven, het septet van Beethoven te spelen, of ik hem goed van partij kan geven. Dus eerst even studeren, kijken of die mooie melodieën ook alvast zo kan gaan spelen dat ik ze tijdens het concert er heel mooi uit krijg. Ik ben op zoek naar een nieuwe ruimte om te studeren, want de muziekschool gaat dicht.